Gisteravond heeft de Raad van Woerden besloten de grafrechten vrij te stellen en de graven eeuwige grafrust te gunnen. Dit is gebeurd om na 70 jaar eindelijk het leed te erkennen wat hen is aangedaan bij aankomst. Het initiatief van de Raad is een lokale erkenning daarvan. Ziet u dat ook zo? Ja. Ja? Dat het eindelijk erkend wordt. He, na al die jaren. Wat betekent het voor u? Voor mij is het een opluchting. En ook emotioneel is het ook. Het heeft ook de waarde van de kracht van mijn ouders. Die hier naar Nederland zijn gekomen op dienstbevel. Dat ja. is echt de kracht dat... Dat ze hier dan zijn gekomen ja. wegens de oorlogen. Uw vader was een echte militair, heeft gevochten voor Nederland. Wat heeft u daarvan gevonden? Dat hij dus jarenlang in een gewoon graf heeft gelegen, een niet-militair graf. Wat vond u daarvan? Het is heel erg eigenlijk. Voor mijn moeder is het heel erg. Hè, als militair niet in een militaire graf begraven te worden. Mm-hmm. Voor mijn moeder is het heel erg. Ja, wij zijn als kind, we zijn nog jong om een hoop dingen te begrijpen. Toen in die tijd? Toen ja. in die tijd. Ja, mijn vader is in 1957, 56 overleden. Mm. Dus zodoende, wij zijn net te klein. Hè. Maar u zag wel die pijn bij uw moeder? Die pijn van mijn moeder. Wat zag ja. u dan? Wat merkt u dan van haar? Met het slapen gaan. Dan voel je gewoon hoe zij ons omarmt van jullie vieren, hè? Mm-hmm. Dus de kinderen, want ze wil ons niet loslaten. Want ze is als enigste weduwe in het kamp, hè? In ja. kamp Singel. Uw vader is heel vroeg overleden. Overleden, ja. 6 jaar nadat hij hier in Nederland kwam. Ja. Helaas. Ik heb nog een fragment voor u meegenomen. Dat gaat over financiële schadevergoeding. Het fragment is van Leo Reawaru van de stichting Maluku voor Maluku. Hij is in gesprek met de regering voor een financiële schadevergoeding voor Molukse knielmilitairen, zoals uw vader. Luister even mee. Wij, knielveteranen en hun families, willen geen excuses. Wij willen betalingen van militaire ereschulden op de eerste plaats. Daarna erkenning van schendingen van mensenrechten op de knielambulance en hun vrouwen en kinderen. En nazorg op geestelijk en lichamelijk gebied. Zou u dat ook fijn vinden? Ja, ik zou ook heel fijn vinden. Want wij hebben echt geleden als weeskinderen. Uw vader overleed op jonge leeftijd. Uw moeder werd weduwe. Hoe heeft Nederland jullie behandeld in die tijd? Ze hebben ons niet kunnen helpen, niks. Ze hebben niks gedaan. En ze kreeg geen pensioen? Helemaal, mijn moeder heeft helemaal geen pensioen, helemaal niets. En ze krijgt van de gaarkeukens, daar moet je van eten. Het is zoveel jaar na dato, maar ik zie het, doet u nog steeds wat. Ja, na 70 jaar zijn we weer bezig om een hoop dingen te herhalen, te herinneren. Ja, dat is ook zo. Het doet me een beetje pijn en verdrietig. Maar dit is wel een eerbetoon. En dit is wel een eerbetoon aan mijn ouders. Er hebben zich al 20 mensen aangemeld voor die bijzondere status. Ik moet erbij zeggen, dat kan nog. Mensen kunnen zich nog aanmelden tot 29 april. Dat is wel heel kort, maar in de gemeente Woerden althans. Mag ik u bedanken voor dit gesprek, mevrouw Monopoeti? Tot uw dienst. Dank u wel. En jij ook bedankt, Waldi.